Hallo, wij zijn hier op de repetitie van De Passie. En vandaag is de eerste keer Jelle komen kijken en al eens met je zien wat hij moet doen in de voorstelling. Jelle kennen we van Tiet gaat chocolat. En we zijn wel geteld 40 dagen op dit moment verwijderd van de voorstelling die op 4 april doorgaat. Jelle, ziet het een beetje zitten? Helemaal. Fantastisch, we gaan dat goed doen. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Ik speel de apostel. Ik speel als Thomas in de casting. En ik zeg van de passie. Ik zeg van, daar voel ik in mijn hart van, ik voel echt mijn passie ook wel. En dan zegt iedereen tegen u, Thomas. Thomas. En maar dan moet jij niet meer lachen, want je denkt, ja, ik geloof het niet, jongens. Echt. Een verhaal, dat vind ik mooi. Even is een betekenis. Even is zo'n wondermooi verhaal. En ik wil graag die wonderverhaal om kunnen in te leven. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen. Ik voel me zo'n beetje verdrietig-achtig of zo, een beetje angst. Omdat het een beetje gruwelijk is. Omdat je moet een beetje schrik uitnemen voor emoties. Maar ik moet ook af en toe emoties loslaten. En dan van, hopla, en dan kan ik erin. Theater is mijn leukste passie eigenlijk wel, ja. Dat doe ik heel graag.